Vandaag praat ik met mijn opa, opa Driever. Dag opa. Ja. En opa, je hebt een verhaal over SDOC, hè? Ja. In de vroegere jaren heb je daar zelf ook gevoetbald. Ja. En dat was, wanneer was dat ongeveer? Nou, dat was in de jaren 1934. Oké. Okay. En toen werd SDOC, was toen elk jaar kampioen. En toen was het zo, toen speelden die clubs allemaal nog in het katholieke verband, katholieke bond. En dan mochten er eigenlijk geen protestant meer doen, maar eentje wel. Had SDOC, en de keeper, dat was protestant, maar was heel goed. En wij waren weerkeer kampioen van dit regio. En toen moesten ze tegen andere provincies om het kampioenschap van Nederland spelen. En toen was ik zover, ik mocht als reserve meegaan, mee en ook meedoen. Wel, invallen en meedoen. Heb meegedaan tegen Volendam en Delft, DHL Delft en Kolping, Wilhelmina Kolping en Weert, Brabant. En in Limburg nog een club. En dat was zo mooi, als wij dan daar naartoe gingen zondags, afreizen, dan kregen we van de penningmeester 1,75 aan geld. Dat voorzag geld. Nou, en dan kwamen we daar ineens in Brabant, dat kostte een potje bier maar 15 cent. Dat was net wat voor ons, voor die jongens van Ulle. Ja, en maar dan moest er gevoetbald worden en hij was de ene, een Duitser deed er mee. Dat was zo'n heel goede voetballer. Die werkte in Ulf bij die andere collega's bij de machinefabriek Finis. En er moest een ander met een Duitse pet op van hem in de tribune gaan zitten. En die moesten Duits praten. En ik kon dat goed in zo'n Wim Wijkamp. Hij kon dat goed, dat er een Muno gaat. En de Duitser, de voetballer moest Nederlands praten. Mm-hmm. Dat kon wel zo'n beetje, omdat hij met de collega's gewerkt had. Zo ging dat toen. Stiekem, hè? Ja. Stiekem een Duitser opgesteld. Maar de Duitser, dat had ook zo'n mooi liedje. Had een mooi liedje van SDOUC, waar zien ze? Waar bent u, hè? Waar zien ze? Hier. Wat drinken ze dan? Bier. Waarom geen wijn? Nou, dat zal niet zijn. En van je hela, hola, houden de moed maar in. We hoeven ze weer te zingen. Geweldig. En dan hadden ze weer een liedje van. Al daar ginds op de hoek van de laan, op het hoekje van de laan staat een grote naam, SDOC staat bovenaan. En als we dan verloren hebben in de strijd, dan nog geen haat of nijd. Dan komen we wel de volgende keer en zingen wij het kampioensliedje weer. Ja. Zo was dat. Geweldig. Ja. Nou, bedankt voor. Dat was dan zo'n beetje de reputatie van mij. Ik heb zelf ook meegedaan en ook nog wel een doelpunt gemaakt. Kijk. Zonder dat ik het wist, maar ik ben tromboms met een punt van de schoen. In plaats van een trapje geven, maar een punt van de schoen. En doet hij achteraan. Ik kon zo hard lopen. En zei de ene, zei altijd tegen mij: Driever, lopen. En dan begon ik alvast lopen, dan kwam die bal. Ja. En er was er een bij DHL, was dat. Dat was een heel goede voetballer. En die kon zo hoog springen. Die sprong zo hoog af met de schouders bij mij op schouders was. Zo. Ja. Ja, dat was mooi.
Ja, verder, ik ben er niet zo lang meer bij gebleven. Toen ben ik meer voor vak gaan studeren. En dan had je tijd weer voor voetbal en dan kreeg ik verkering. Toen was zo 19, 18, 19 jaar. Dan heb ik wel eens een meisje nog. Dan, ja, en na 20 jaar had ik oma wel getroffen. Een keer, ja. 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 Maar met ergens gaan solliciteren, was ik ook werkloos in de winterdag. En dan wou ik aan naar een meubelfabriek in Bredebroek, maar ik kwam dat meisje daar in thee. En waar moet je daar naartoe? Die moest daar in, ik heb zo'n praatje gemaakt. Ik heb een afspraakje gemaakt aan elkaar, dan en dan ontmoeten. Ja, en zo is het gegaan. Zo is het ook gebleven. Ja. Nou, bedankt voor het verhaal, opa. Ja.